aflevering gemist of alvast het hele seizoen kijken? Ga naar videoland.nl. Verleng je zomeravond met Zomer met Art. Nu. De zon is 25 minuten geleden ondergegaan. Het is nu nog 19 graden. Live vanuit Artis is dit Zomer met Art. Met vanavond Oranje International Tesselmiddag en oud-international Marleen Molenaar. Want morgen spelen we tegen Italië. En Kees uit Woudrichem. Hij werd landelijk nieuws nadat hij zijn Elfstedenkruisje schonk aan Maarten van der Weijden. Cabaretier Kees van Amstel beleeft op zijn 54ste zijn absolute doorbraak. Hij wordt door recensenten de hemel in geprezen. En het interviewprogramma van Tim den Beste gaat zondag van start. Ik verheug me erop, want dit seizoen interviewt hij op geheel eigenwijze BN'ers zoals Roxanne Hazes. En vanavond nog één keer aan mijn zijde, mijn zomerdate van deze week, Rianne van Dorst. En natuurlijk muziek van de Marcel Visserman. Hoe is ie? Ja, goed man. Ben je blij dat je er bijna verlost bent? Nee, daar ben ik eigenlijk wel een klein beetje rauwig om, want ik vond het wel gezellig met jou deze week. Ik ook met jou. Ik vind jou ook wel talent hebben. Nou, wat fijn. Fijn dat iemand het vindt. Je doet het goed. Nou, dank je. Hier komt het goed over. Hier wel. Oh, ja. Ik ben echt fijn om naast te zitten en zo. En ik weet niet wie er volgende week het stokje gaat overnemen. Gaan we straks een klap, helemaal het einde. Maar die gaat echt een leuke week tegemoet. Nou, mooi. En die ruikt ook lekker. Ja, hè? Ja, ja. Het is echt ik heb mijn tanden nog gepoetst. Fijne kerel. Ja. Nu ga ik je ook missen. Ja. Maar jij bent straks wel weer te zien, want jouw programma krijgt een vervolgorde. Ja, Nachtdieren seizoen 2 ga ik maken aan het eind van de zomer. Dus dat is een leuk nieuwtje. Hier, we hebben niemand weet waar ik het over heb, maar dat komt wel. Ja, je trok door Nachtelijk Nederland. Je kwam mensen tegen. Het is een fantastisch programma. Ik kwam mensen tegen in Nachtelijk Nederland. Ja, is dat goed omschreven? Ja, heel goed. Zeker, ja. Dus toch iets minder talent dan je dacht. Ik zou gaan kijken. Ja. Ik wil jou iets laten zien, want vorige week hadden we hier een gesprek over Fernando Rixen, uit voetballer, is de ALS. En, nou,